Het voormalige Murai, nu Murapec, maakte snel deel uit van de plastic verwerkende industrie in België. Het bedrijf is sinds 1981 gevestigd in de industriezone van Gembloux. Het bedrijf kan u dankzij een gepersonaliseerde service binnen de gewenste tijd plastic tassen leveren van polyethyleen met hoge of lage densiteit en voor verschillende toepassingen. Ook rekfolie is een optie. U kunt zelf bepalen welk formaat, kleur en dikte uw product moet hebben. Om u te helpen bij uw beslissing kunt u advies vragen aan ons ervaren personeel. Het verschil ligt bij Murapec ongetwijfeld in de kwaliteit van het gefabriceerde materiaal. Dit gebeurt met extrusierekblazen, ook folieblazen genoemd, methode voor het transformeren van plastic. Hoe werkt dat? Massieve plastickorrels worden opgewarmd. Ze vormen een kleine buis waarin samengeperste lucht wordt geblazen. Deze, als een ballon opgeblazen buis, wordt een film met dubbele dikte om vervolgens op een haspel te worden opgerold en de lus wordt gekruld. Een groot deel van de activiteiten van Murapec bestaat uit de productie van vuilniszakken, maar dat is niet het enige wat het bedrijf maakt. Bekijk de diversiteit van ons cliënteel en de verschillende sectoren. Ferrero, Volvo, de Brusselse vuilophaaldienst, Upignac, de Universiteit van Gembloux, Delhaize en Peridaiza. Naast vuilniszakken produceert het bedrijf ook zakjes, hoesjes, folies, als ook kwaliteitszakken 100% zuiver. Een 100% Belgisch bedrijf. Murapec werkt 24 uur op 24, 5 dagen op 7. Uw tevredenheid is ons doel.